Dus, wat gebeurde er? Ze hadden dus, ze vielen dus, ja, dus lokte de aanval van Japan uit. Ze hebben elkaar een oorlog aan Japan. En nu kunnen we oorlog voeren, we hebben onze vliegtuigschepen zijn er allemaal op, nu kunnen we oorlog voeren tegen Japan. Hè. Maar 4 dagen later verklaarde Hitler ons de oorlog. En dat was een verrassing. Dat was een verrassing. En nu is de vraag natuurlijk, waarom verklaarde Hitler aan Japan, aan Amerika de oorlog? Als we dan de meeste Amerikaanse historici zullen vragen, wat het antwoord krijgen, dat moest aan Amerika de oorlog verklaren, want Duitsland was de geallieerde, een bondgenoot van Japan. Voilà. Flauwkul. Dik flauwkul. Het is waar dat Amerika, sorry, dat Duitsland, Japan bondgenoten waren, ze zeggen vrienden waren, maar een bondgenootschap was beperkt. Voor bepaalde doelen. En samen oorlog voeren ging maar onder bepaalde omstandigheden. Onder welke omstandigheden ging een van de twee partners verplicht zijn om oorlog te voeren met aan de zijde van een andere tegen een derde. In geval een van de twee aangevallen werd door een derde land. Aangevallen werd, dat is passief jongens. Werd Japan in Pearl Harbor aangevallen door Amerika? Niet. Japan viel Amerika aan. Moest Berlijn daarvoor oorlog verklaren aan Amerika? Niet. Helemaal niet. Ten andere. Als Duitsland in 1939 Polen aanviel, verklaarde Japan oorlog aan Polen? Nee. Als Duitsland in mei 40 België en Nederland en Frankrijk aanviel, verklaarde Japan een oorlog aan Nederland, België en Frankrijk? Nee. Als Duitsland nog een jaar tevoren, een half jaar tevoren, in juni 1941, de Sovjet-Unie aanviel, verklaarde Japan automatisch de oorlog aan de Sovjet-Unie? Nee. Telkens zijn Japanners tegen Duitsers, allee, veel geluk, he. Succes gewenst. Maar ze deden niet mee. Dus de Japanners vallen nu aan, iedereen kan zeggen, nou jongens, succes gewenst, he. Veel geluk, he. Waarom doen wij niet mee? Dus waarom deed iedereen dat? Waarom deed iedereen dat? Ik ga te zeggen wat iedereen deed, uit wanhoop. Hij verklaarde een oorlog uit wanhoop. Dat is dus een verdediging, zich verdedigen door aan te vallen. Hitler zat in december 1941 geweldig in de penarie. Pearl Harbor heeft plaatsgevonden op zondag 7 december 1941. Oké. Okay. En Hitler heeft oorlog verklaard op 11 december 1941, 4 dagen later. Dus dat je toch moet over nadenken. Je hebt niet onmiddellijk gereageerd, je hebt over nagedacht. En ik weet dat hij gedacht heeft. Ik denk dat ik weet wat hij geredeneerd heeft. En er zijn, je kunt niet bewijzen in de zin dat er geen documenten zijn waar het klaar en duidelijk beschreven is, maar alles past samen op die manier. 2 dagen voor Pearl Harbor, op de 5 december 1941, kreeg Hitler nieuws van zijn eigen generaals dat hij nodig ging verliezen. Dat hij nodig ging, moest, onvermijdelijk de nodig ging verliezen. Onvermijdelijk. Waarom was dat? Waarom was dat, jongens? Dat was omdat voor Moskou de Russen de eerste tegenaanval georganiseerd hadden. En dat de Duitsers mochten vergeten van Rusland om hetzelfde jaar te verslaan. Dat is met andere woorden, gingen moeten blijven Rusland in de winter en tot volgend jaar en dan met minder en minder kans om ooit te winnen. En met heel veel kans om te verliezen. In feite, ze moesten verliezen. Want, zoals ik al gezegd heb, die stockpiles, die reserves aan olie en rubber, die hadden opgebouwd in de jaren 30. Waren al flink verminderd. En ook al bleven de Amerikanen aanvoeren tot 1941, ze konden ze niet verder opbouwen. Ze bleven kleiner worden, maar al die aanvallen, zeker naar Rusland, was een geweldig verbruik. En als de Duitsers aanvielen in juni 1941, hadden de Duitsers genoeg olie om voor 2 maanden oorlog te voeren. En zoals ik gezegd heb, ze dachten, het gaat 2 maanden voorbij zijn. 2 maanden is oorlog voorbij, en dan hebben we al de olie die we nodig hebben in de Caucasus. Grozny, Azerbeidzjan, dat is van de Sovjet-Unie. Als we door de Sovjet-Unie verslaan binnen de 2 maanden, zoals ze dat zeker gaan doen, dan hebben we niemand olie meer nodig, hebben we zelf al de olie in Grozny en in Tsjetsjenië en allemaal. Gaat er zijn de laatste jaar nog problemen geweest, met allemaal te maken met olie, riet dat olie, als er problemen zijn, dat is toch juist. En wat gebeurt er? Het is nu december 41, de Duitsers zitten nog niet al zonder olie, op droogzaad, ze zitten in een droge bak. En ze zitten nog kwijt niet ver van Azerbeidzjan. Hey, en ze zitten vast. En dus we gaan geen oorlog meer kunnen voeren. Of weer grote moeilijkheden. In feite is het ook zo dat op het einde van de oorlog hebben de Duitsers veel meer met paarden en karren gewerkt als met tanks. Op het einde van de oorlog hadden de Duitsers fantastische vliegtuigen. Ze hadden jets zelfs.
Ja, ze zaten in de lucht, ze konden niet vliegen, ze hadden geen kerosine niet meer. Ze konden niet vliegen. Ze hadden geen piloten, ze hadden ze prachtige vliegtuigen. Toen ik die Messerschmitt, niet daar, die dikke Messerschmitt, die jet, he. Die staat er anders. De Fokker Wolf had gebouwd door ITT. Ah, ja. Die Fokker Wolf. Nee, maar het stond, Messerschmitt, die had hem in de kerk, ik heb die foto's. Toen was er toch heel een bij. Was er een schoolfoto erbij. Allee, dat was de V2. Ja, nee. Het was de V2. Maar weet toch, die een jet die Duitsland. 262. ME-262. Kijk daar, die. Fantastisch vliegtuig, zeg. Daar had een Amerikaan niet. Maar ze hadden geen af niet meer, ze kon niet vliegen. Ze kon niet vliegen, ze had niet meer. Dat is eigenlijk een actie. Dus de Duitsers hadden zo aan de penalie. Dus zijn eigen generaal zei tegen Hitler, wat nog verliezen? Kunt je feit, hoe moet je verliezen? Je zit al diep in Rusland, hè? Nou, we zaten in 1918 ook nog diep in België en diep in Frankrijk. En we moesten ook capituleren, hè? In november 11, 1918. Dus we zitten nu in diep in Rusland, maar ze zei tegen hem, moest ik voor u zijn, ik zou proberen om door diplomatische weg die oorlog te eindigen en ons met ons staart tussen ons been terug te trekken. Maar Hitler wilde niet, Nee, je sprak wel, hè? En dan zei hij, voor mij zit het. Ik denk, non de Dieu, verdomme, hoe zegt dat in het Vlaams? Ja, de Dieu. Godverdomme, godverdomme toch. Hij leest de gezetten, soms is hij nog bij. Scheidt. Hij leest in de gezetten, Japanners aanvallen aan Pearl Harbor. Dus hij wist het ook nog in de gezetten lezen. Japanners hadden niks gezegd. Japanners zeiden niks tegen de Duitsers. Waarom niet? Je trok ze van mijn spion, hè? Weet je toch? Overal is het een spion. De beste spion van de Tweede Wereldoorlog was Zorgen. Dus een Duitse spion in Tokio zat, spioneerde voor de Russen. En zo hebben de Russen de witte weten gekomen dat het heel belangrijk was. Uiteindelijk hebben ze hem vastgepakt en ze hebben hem omgebracht. Maar de Japanners wisten ook dat er in Tokio veel spionnen waren. Ze zeiden niks tegen de Duitsers om de Amerika bij verrassing te kunnen aanvallen. Zo gezegd bij verrassing, want de Amerikanen zouden zo ver komen. Dus wat gebeurde er? Ja, was dat niks gezegd? Dus Hitler las het in de krant. Godverdomme, zei hij in Duits natuurlijk. Jaar. In Duits. Dat is een andere wereld. Dat is een andere wereld, dat heb ik gezien. Wij zitten in de penarie in Rusland. En nu vallen de Japanners, die vallen nu dan. Dan weet ik, kan de Jew uit de wereld naartoe. Ik heb een briljant idee. Dat is eigenlijk met zo'n lampje. Een teerverhaal, dat is met zo'n lampje. Dat is een briljant idee. Roep ze in de rals. Nou jongens, dat is kom hier. En ook kan verklaren aan Amerika. Hij zegt, hij zot zeker. Maar dat mag natuurlijk niet zeggen, niet daar. Hij zegt, zit nu al in de pinaar in de miserie. In Rusland, hij noord verklaren aan Amerika. Allee, doet dat toch niet, Adolfke. Dat wordt gesproken, dus dat doet. Wacht even. Ik zit veel slimmer als schoon. Ik weet, ik kan de zielen van de Japanners, ik weet dat die reageren. Ze zijn eerbare mensen gelijk wij. Ik ga zonder wat moet doen, zonder enige verplichting te hebben, pak ik van de Amerikaanse vijand, van mijn Japanse vriendjes, nog een verklaring. Wat gaat er gebeuren met de Japanners? Dat gaan ze zeggen, oh, dan gaan ze zij reageren door de oorlog verklaring aan mijn Russische vijand. En dat wij door aan de Amerikanen, hè, dan is geen zorgen. Want de Amerikanen gaan aanvallen aan de Japanners in de Stille Oceaan. Ik denk dat ze zei, u komen, dat ze u hadden, dat dan nodig lang gedaan ze niet. En met de hulp van de Japanners. Als de Japanners dan vanuit China Siberië aanvallen, zitten de Russen twee fronten weg. Want, je weet al dat de Japanners een deel van Noord-China bezet hadden, Mandschoerij. Dat ze daar al gevochten tegen de Russen hadden. Ik weet niet of dat je weet. Maar dat is in 1944. Lag het hoofd, lag de grootste macht van het Japanse leger, lag in Noord-China aan de grens van Siberië, bij Vladivostok daar. He. Dus als dan de Japanners inderdaad oorlog verklaren naar Rusland, en ze vallen Vladivostok aan, en ze vallen Rusland binnen langs de achterdeur van Siberië, dan moeten de Russen vechten op weer front, en dan heeft een beetje geluk, dan kunnen ze misschien toch nog klein krijgen. Dus. En de generaal zei, nou weet je, hier aan het hoofd kunt, dan dat weet ik, en die zullen manneke. Maar wat kan ik verliezen? Nou ja, probeer geen keer. Ik verklaar het nodig, na lang nadenken. Denken dat de Japaner ging zeggen, oké, we gaan naar Rusland. Wat gebeurt er? IJzeren stilte uit Tokio. Tokio zei, dankjewel,
Hitler. Hij verklaarde niet de oorlog in Rusland. Daarmee zat Hitler dubbel gekleurd. Er was nog altijd een miserie in Rusland, er was nog een vijand bij. Maar dat was ook roet in de teken van de Amerikanen. In elke keer vast met een oorlog, niet alleen tegen Japan, maar nu moesten ze ook vechten tegen Duitsland. Wat dat helemaal niet de bedoeling was geweest. En ten andere, dat is een probleem, want eigenlijk doen wij goede zaakjesmeter. Hoe gaat dat nu gebeuren met onze gouden zaakjesmeter? Dat is dan de volgende vraag. Dat is dan niet het probleem van de militairen van Amerika of van Roosevelt als zodanig. Dat is het probleem van de Rockefellers, van meneer Ford, van de baas van General Motors, en de baas van ITT, en de baas van IBM, en al die mannen die gouden zaken doen met Duitsland. Dat wil nooit nog een firma zeggen, een Amerikaanse firma die gouden zaken deed in Duitsland. Al die firma's hadden al in Duitsland geïnvesteerd in grote of kleine bedrijven, meestal grote bedrijven, lang voor de oorlog. Dikwijls in de jaren 20 al, of voordat Hitler aan de macht kwam. Hè? Gewoonlijk. Een van die firma's was Singer. Kent u Singer? Wat maakten die man? Naaimachine. Ze hadden een naaimachinefabriek. En wat maakten die onder Hitler, denk je? Machinegeweer. Van naaimachinegeweer, jongens, dat is veel makkelijker. Ik kan u brengen, mijn naaimachine, uw naaimachine, maak er een machinegeweer van. Inderdaad, Singer heeft geweldig veel geld verdiend gedurende de oorlog. Door aan Hitler niet geen naaimachine, maar een machinegeweer te leveren. Dus, dat is me aan de horen. En nu moet die man zeggen: oei, het is gedaan met onze houten zaken met Hitler. He, gedaan, hè? Gedaan ze, hè? Je was gedaan, Hitler, met de houten zaken. Als jij in de bibliotheek gaat, in de universiteitsbibliotheek in Toronto, of in Amerika, en hij kijkt een keer, dat is om de geschiedenis van Ford of van IBM. Vele van die mannen hebben een geschiedenis laten schrijven van het bedrijf door geleerde wetenschappers. En dan lees je dan zo dat Ford begonnen is. Dat hij hem opgebouwd heeft, dat hij succes gehad heeft, dat de mensen hem van bewonderden. En dan in de jaren 30 is beginnen helpen het land, de landsverdediging in te zetten en gedurende de oorlog. Dat ze bommen en granaten en tanks en vliegen geproduceerd hebben voor de Amerikanen. Nee, het arsenaal van democratie. En dan is de oorlog gedaan, dan kunnen we nu kunnen produceren voor de oorlog. Het is meer gerust. Hè. Maar er is er ook niks in. Dat een bedrijf in Deden in Duitsland nu nodig. Zoals je wordt. Dan interesseert mij. Als je dan kijkt, Duitsland, onder de oorlog. Wat hebben ze gedaan? Er is niets om te zeggen. Ofwel zeggen ze het eenvoudig als volgt. Ja, zeiden ze, ja, we deden met zaken. Met Hitler. Ja, dat is zeker dat. We waren toch neutraal land, hè? Ja, tot in 41, en dat was het oorlog. Dat waren we in oorlog, en dat was het gedaan, hè? Was dat gedaan? Ah, ja, hè. Zet zeker, hè? Dat ben je ook zeker, hè? Ja, pijn schrikt toch wel. Dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Het was niet gedaan met de zaken. Als we zeggen, wat is er echt gebeurd? Well, de Duitsers, de nazi's hebben onze bedrijven geconfiskeerd. Ah ja, geconfiskeerd. Ah ja, geconfiskeerd, ja. En dan hebben ze achter de oorlog weer gekregen, nee. Dikke vette leus. Niks geconfiskeerd. Alles bleef trouwens zoals was. De Fordwerken in Keulen, waar dat Ford was hier. Rüsselsheim, dat was de fabriek van Opel. Dat is General Motors, he. Bleef trouwens. Singer, bleef machine weer bouwen. ITT, IBM, bleef trouwens. Oliefirma's bleven leveren via Spanje bijvoorbeeld, neutraal land, via Spanje, via Franco. Hè? Bleven leveren. Zaken, business as usual, zeggen ze het Engels. Hè? En waarom liet Hitler dat toe? Hitler liet het toe, omdat hij wist dat hij die firma's nodig had. Want wie waren de specialisten van het produceren aan de lopende band bijvoorbeeld? En dat was natuurlijk Ford in de Amerikaanse firma's. Had de Duitsers nu gezegd, we confisceren heel de boel, dat was plotseling die firma's zo stilgevallen zijn. Want die experts, de man die de Amerikanen meestal, of die zou gedaan geweest zijn, dat is Hitler had ze nodig. Want Hitler besloot dat hij ging vechten tot het einde. Ook al ging hij Noorden verliezen, moest hij hem verliezen. Zeg, kan me niet schelen, ik vecht tot het einde. Dat heeft hij gedaan. Noorden heeft nog 3 jaar geduurd, 4 jaar geduurd. En waarom? Hoe is het kunnen blijven duren? Omdat Ford en General Motors, al die mannen blijven produceren zijn voor Hitler. En Hitler heeft blijven betalen met rekening. Hij is blijven betalen met rekening. En de firma's in Amerika, de hoofdkwartieren, zijn blijven contact onderhouden met firma's in Duitsland. Niet direct, maar via Zwitserland. Meestal via Zwitserland. En via Portugal. Twee neutrale landen die goede verbindingen hadden met Nazi-Duitsland. Portugal via Spanje en bezet Frankrijk. En Zwitserland aan de grenzen. Het beste voorbeeld daarvan was in Basel. We hadden ook een bank had, de Bank of International Settlements. BIS. Hey, BIS, hey. En de Bank of International Settlements. Dat was de bank die opgericht was in de jaren 30 om de herstelbetalingen van Duitsland van de Eerste Wereldoorlog zo'n beetje te regelen. Zo. En de grootste interessenten erin, dat waren de Duitse Rijksbank en een paar grote Amerikaanse banken. En
de constitutie, de grondwet van die bank, bepaalde dat de president van de bank, de voorzitter, dus een Amerikaan moest zijn en de algemene directeur moest een Duitser zijn. Mm-hmm. En gedurende de oorlog deed hij de bank zaken, ja, in Basel. Ja. Hij was de president, de voorzitter, een Amerikaan? Ja. Ja. Hij was de directeur, een Duitser? Ja. Hij was de directeur van de natie? Ja, natuurlijk was de natie. Het zal wel zelf de natie was. Dus tot in 1945 zaten we daar in Basel samen te werken. Een Duitse directeur en een Amerikaanse voorzitter. Ja. 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 Ze kregen regelmatig bezoek van wie dat en onder andere van de Amerikaanse ambassadeur in Bern. En onder andere van de SS die afkwam met zo'n beetje een zak vol met goud vanuit Duitsland. Want de Duitsers mochten daar binnen. En er is geweten dat die mannen gouden zaken deden. Inderdaad, gouden zaken voornamelijk goud. Welk goud? Ja. Het goud dat de Duitsers nodig hadden om te kunnen om de warten. Van neutrale landen zoals Zweden en Portugal nog materiaal kopen dat nodig is om oorlog te voeren. Zweden was de grote leverancier van staal aan Duitsland. Waarmee dat die het fort en onder andere ook de auto's kon bouwen en vliegtuigen kon bouwen. En van Portugal moesten ze dingen zetten, maar is het wolfram? Dat is wolfram, tungsten, wolfram. En van de Zwitsers kochten ze alle soorten dingen, de Duitsers. He. Ze kochten de Duitsers van de Zwitsers Oerlikon, de wapens, ze kochten chocolade. Hier van de dingen die ze kopen, Maggi, soep. Soepenzakjes. Smelten sneeuw, jongens, in Stalingrad. Klein vuurje maken. Sneeuw in een potje doen, smelten en een zakje Maggi. Dat is je weten vandaag. Voordat je doodgeschoten wordt. Voordat je naar Siberië vertrekt. Dat is een pakje Maggi. En dan naar Siberië. Zo was het. Ten andere, ik kan iets interessant vertellen. Maar ik vind het interessant. Dat moet ik ook wel interessant vinden. Als in juni 1941 nodig hebben, dus Duitsland. Rusland aanvalt, dan zijn er bepaalde mensen in Zwitserland die heel gelukkig zijn. Voornamelijk de firma's, zoals Maggi en Nestlé, die houden zaken in combinatie Duitsland. En Oerlikon. En ze zijn veel content dat de Duitsers een rustige grote gaan geven. En er is dan een generaal van het Duitse leger, van het Zwitserse leger, die niet mag, maar die een expeditie organiseert van het Zwitserse Rode Kruis om aan het Oostfront te gaan helpen. Wie gaan helpen? De Duitse kant natuurlijk. Zegt Rode Kruis niet dat je moet gelijk wie helpen? Heb je nodig? Ja, maar in dat geval sympathiseren we duidelijk met de Duitsers. We gaan dus de Duitsers gaan. En die mannen organiseren een expeditie en ze komen aan het Oostfront in oktober. Zoals ze zeggen, want ze denken dat ze laat gaan zijn, dat het al gedaan is. Maar nee, ze komen aan in oktober en ze zijn op tijd. En ze helpen daar een beetje zo, dat de verpleger, de verpleegster, ze helpen ze een beetje wat medicamenten verdelen. En bij kerstmis, begin december, is die een gast terug in Zwitserland, midden december. En de ambassadeur van Duitsland in Zurich, stuurt een rapport naar Berlijn, dat hij niet goed verstaat, dat er in Zurich geruchten de ronde doen dat Duitsland de oorlog zeker gaat verliezen. Omdat die een gast van het Rode Kruis naar Hitler gegaan was, naar Rusland gegaan was, had gezien dat de situatie was aan het Oostfront. En tot de conclusie gekomen was dat Duitsland zeker nodig ging verliezen. Nochtans was er geen nadeel naar Kruijden. In Berlijn zelf, want Hitler had nu nog niet gezegd aan de mensen dat we het nodig gaan verliezen. En een Duitse ambassadeur was totaal verrast. Dat circuleerde, dat Duitsland oorlog ging verliezen. En wie dat ook wist dat Duitsland oorlog ging verliezen, dat was het Vaticaan. Het Vaticaan had ook fantastische inlichtingendiensten. Weet dat misschien? Die waarschijnlijk aan ons aan het afluisteren nu, aan het spreken met. De CIA natuurlijk is er ook, die zijn er tegenwoordig natuurlijk. En de helft van ons zou zijn van de CIA. En dan het Vaticaan, die heeft ook inderdaad heel goede geheime diensten. Ja, die wist dat. Dus op die manier konden de Amerikaanse bedrijven grote zaken blijven doen. En ze werden betaald, want de Duitsers hadden al het goud van de Joden onder andere, het goud dat ze overal gestolen hadden dus, en brachten ze naar Zwitserland. Want ze moesten dat goud verzilveren, zo gezegd, voor de verkeerde uitdrukking. Want ze moesten met dat goud de Zweden en de Portugezen en de Zwitsers betalen voor de goederen die ze nodig hadden om te kunnen blijven oorlog voeren. En dat werd allemaal geregeld via die bank. Die bank waarvan dat dus de voorzitter een Amerikaan was. En die mannen zaten dus samen te eten, lekker te eten in restaurantjes in Basel allemaal, zo, in Zurich, in hun eigen landen, waar dat oorlog voeren in had gehad. Dat is ongelooflijk. Er is ergens een schone uitdrukking in het Frans, dus van La guerre, c'est massacre où des gens qui ne se connaissent pas se tuent pour le compte de gens qui se connaissent très bien.
Dus oorlog is een soort massacre, waarin mensen die elkaar niet kennen, elkaar uitmoorden voor rekening van mensen die elkaar heel goed kennen. Mm-hmm. Dat zijn die bankiers die daar onder andere werk waren. Ja, want in gans uw verhaal zit een twist om de geschiedschrijving, als het zo mag zijn. Je ja. hebt de officieren, van Hitler dacht zo, ja. de Amerikanen deden dat, en zo verder. En je hebt dan de verdokende geheimen, ja. geschiedschrijving. Ja. Wordt dat eigenlijk altijd gegeven, wie heeft daar belang bij? Ja. Wie deed daar voordeel bij? Mm-hmm. En dus wie uiteindelijk besliste, en mijn overtuiging, is Hitler maar iemand die deed wat de machthebbers ja. achter hem, die hem daar geplaatst hadden, die hem volgens mij ook geïndoctrineerd hadden, wat die hem opdroegen om te beslissen. Ook al leidde dat tot de val van Duitsland, wat kan eerlijk gezegd Duitsland de echte machthebbers schelen? Wat kan Amerika de machthebbers schelen? Dus als ik u boeiend verhaal hoor, is het eigenlijk dat in de geschiedenis zoals in de boek gesteld. En de werkelijke geschiedenis. Ja. Ik ga in mijn boek over Big Business en Nazi-Duitsland meer in op de verhoudingen tussen Hitler en het grote kapitaal, de grote firma's, de grote banken in Duitsland en ook in Amerika. Ik weet niet of je dat al gelezen hebt. Moet ik lezen, Ben? In elk geval, ik denk dat het nog bij laat. Het is nu al, het is nu lang niet al bezig. Ik heb mijn glas wijn, maar alleen. Er zijn misschien vragen, misschien discussies en zo. Ik kan het niet bij laat. Ze kunnen ook nog verder ingaan hoe dat dan geëindigd is eigenlijk. Want ieder verhaal heeft een happy end, minstens in de Hollywood filmen. Maar in feite is er geen happy end, want het achternoor is allemaal verder gelopen, op een andere manier natuurlijk. Maar ik kan wat volgende zeggen, nog heel even, om dus de historie relevant te maken, ook wat er vandaag gebeurt. De grote banken en firma's, bedrijven van Amerika, hadden niks tegen Hitler. Het tegendeel, ze vonden dat een toffe kerel. Maar ze zijn gesukkeld in een oorlog tegen Hitler. Ik heb dat toch duidelijk gezegd. Hè. Dat zei ik heel erg wild, maar ze hebben erin gestapt. Zo, hè. Dus in de oorlog tegen Hitler zonder te willen. Dat wilden ze toch? Ja, verder niet. Nee. Ik heb dat toch gezegd dat niet de bedoeling was. Ze hebben dat doen. Oorlog tegen Japan wilden ze. Oorlog tegen die dingen niet. Dat oorlog geworden is, dat was niet eenmaal een feit dat ze er ook van profiteren hebben. Dat wil ik zeggen. Dus ze zochten eigenlijk geen oorlog tegen Hitler. Maar ze zijn erin gesukkeld in oorlog tegen Hitler. Maar dan hebben jullie de oorlog tegen Hitler. Hebben ze gouden zaken gedaan. Want ze hebben gouden zaken gedaan door aan Hitler te leveren. Maar ze hebben gouden zaken gedaan door aan Engeland te leveren. Ik heb er nog niet over geklapt. En alle bondgenoten van Engeland, zoals België en Nederland allemaal, die ook al moesten betalen, want de mensen denken dat Amerikanen als voor niets weggeven, helemaal niet waar. Ze moeten betalen. Veel geld en grote interesse op leningen. En ze hebben ook veel geld verdiend, doordat Amerika zelf weer nodig was, 4 jaar lang, en alle soorten spullen kocht. Dus in feite hadden de grote Amerikaanse bedrijven en banken nog nooit zo goed gehad als nu nodig. Het is zover dat ze in 1945 zeggen, was dat fantastisch binnen het beste jaar. En ook in Duitsland bleven ze goede winsten maken, zelfs tot het einde van de oorlog. Maar in 1945, in april, maart, april, mei 1945, met iedereen het nodig gedaan zijn. En wat dan? Wat dan? Dan gaan er 10 miljoen Amerikanen het leger terug naar het burgerleven en een job kunnen zoeken. Het is altijd tijd, want in Detroit, ik weet niet of je de firma sluit, want ze moeten geen vliegtuig meer bouwen, geen tanks meer bouwen. Hè? Dus met andere woorden, dat zei de economist al vooraan. Grote crisis, jongens, grote crisis, een reusachtige crisis. De jaren 30 was een slechte tijd, we gaan er terug in zakken in de jaren 30, het kan nog slechter zijn. Want we hebben al die capaciteit opgebouwd, die productiecapaciteit, en al die mensen die zonder werk komen werk zoeken, op het ogenblik dat er niks geen werk kan zijn, veel minder voor. Terwijl er een crisis zit op de mat. Wat is de oplossing? Niet ophouden met oorlog voeren. En oorlog blijven voeren, jongens. Dat is niet eenvoudig. De oorlog is gedaan. Le roi est mort, vive le roi. La guerre est finie, vive la guerre. Dus wat is er gebeurd? Koude oorlog is er. Onze vijand, onze dierbare vijand. Duitsland, was zeker een vijand van ons. Een goede vriend, maar kom, dat is plezier om mijn oorlog te voeren. Is nu weg. Oké, dat is spijtig. Goed, dankjewel, meneer Hitler. De volgende vijand. En daar is die smerlap, die vuile Sovjets. Dat kan toch zijn dat dat smerlap waren. Ze waren nuttig tegen ons als de volgende de Duitsers. Maar tevoren al waren de smerlap. He, en nu zijn ze op de kijkende schurken, ze waren over oorlog tegen, koude oorlog. Maar ze waren ook in Korea, Vietnam. He. En dan in Amerika was de koude oorlog gedaan, dat was ook weer een probleem. He. De koude oorlog gedaan, on the June. Hoe kunnen wij helpen als er nodig is? Maar gelukkig hebben ze gezegd, laten we het voeren in de golfoorlog, dat is goed zien. Het eerste dat moet zijn. He. En dan de ideale oplossing was, overal oormen voor altijd. Permanente oorlog. He.
Ja, in feite hebben we nu. De oorlog tegen het terrorisme, dat is permanente oorlog in heel de wereld. Ja. Voor altijd. Ja. Want het terrorisme mag niet capituleren. Hè. En wie zijn de terroristen? Dat zijn wij zal nog wel zijn. Hè. Vandaag gaan ze dat niet zijn. En morgen dan Iran. En dan is het misschien Venezuela. En de volgende keer dus dat wij al beslissen, dan hoop je dat het terroristen zijn. Hè. Maar het gaat blijven duren. Hè. We gaan misschien mee in de lucht van Al-Qaeda. Dat geeft niet. Morgen vinden we een andere. Mijn opinie over Bin Laden is altijd dat het nooit niet bestaan heeft. Dat er gewoon is zoals de Red Pimpernel, de Scarlet Pimpernel. Dat is zo'n spook. Als het dood is, dan maak je geen verschil uit. Ze vinden wel een ander. Misschien is het dood, maar weet ik, wat kan me niet schelen, dat is niet belangrijk. Maar ze blijven vijanden uitvinden. Ze blijven vijanden uitvinden, zoals ze dan moest zijn. En dus, dat is Iran, en dat is Syrië, en dat is nog Gaddafi. Ze blijven schurken opdagen. Hè. We blijven oorlog voeren, dat nooit niet gedaan zijn. Vrede gaat niet uitbreken, jongens. En als de vrede zou uitbreken, hè, zal ik later vrede op aarde komen. In alle jaren, de kerstmis, bidden ze van vrede op aarde, jongens. En de vrede op aarde, al 2000 jaar, zo Jezus kunnen wel iets kunnen doen voor de vrede op aarde. Maar kom, het spijt mij. Maar dus, wat er moet gebeuren, ze bidden, maar vrede op aarde, dat zal een catastrofe zijn voor de Amerikaanse banken en bedrijven. Een catastrofe. Die moeten ze blijven worden voeren. Dus je moet vrede vergeten. Dat is permanente onvrede, permanente oorlog om permanent te blijven zorgen. Maar het kost ook een zachte veel geld. Hè. Het moet betaald worden door de mensen. Hè. En dat is het probleem nu. Want de rekening moet soms betaald worden op een andere manier. Hè. En natuurlijk, de oorlog is ook een deel van de roofoorlogen. Maar er moeten winsten gemaakt worden op kosten van de landen die wij bombarderen. Hè. En dan zijn de mensen soms die niks te maken met olie. Ik heb al langs nog gelachen, Mino, die zei: ik weet zeker dat een oorlog in Irak niks te maken met olie. Want kijk, hè, Amerika voert geen olie in van Irak. Ja, dat is juist. Dat kan waar zijn. Maar Amerikaanse firma's voeren allerlei olie uit Irak uit naar Turkije en alle andere derde landen. Dus in feite verdienen die Amerikaanse firma's reusachtig veel geld door de olie die ze ingepalmd hebben van de Irakiërs te verkopen aan een derde persoon. Ze moeten niet gaan verkopen in Amerika zelf. Amerika kan kopen met ons in Canada, kan kopen in Mexico en kan misschien wel een beetje te kopen in Venezuela. Ze moeten die olie die hebben, daarvoor moesten ze het niet doen. Want dat betekent dat ze niet geïnteresseerd zijn. Als een grote firma, een internationale firma, wil je geld verdienen over heel de wereld, dan moet je het thuis niet verdienen. Het is zelfs nog beter als het kinderen kunnen gaan verdienen en verkopen in derde land, dan betaal je geen belasting of niks. Want dat is, we hebben er al voor gezorgd dat we kinderen in Irak geen belasting moeten betalen en in derde land, dan heb je ook de Amerikaanse fiscus niks te maken ermee. Dan is dat veel interessanter dat wij die olie van die landen kunnen verkopen aan derde persoon. Dus dat is het probleem dat wij nu een economie hebben die afgesteld is op oorlog, die afhankelijk is van oorlog. En als het gaat ophouden met oorlog voeren, gaat het een catastrofe worden. Maar nu is het ook al catastrofe, want die oorlog moet betaald worden. Wat enorm geld betaalt Amerika niet iedere dag aan oorlog. Het is nu niet meer met miljarden, het is nu met zillions of dollars, zoals ze nu zeggen. Dat zijn 1000 miljard telkens. Dat kost per dag eigenlijk ongelooflijk veel geld. Maar zo is Amerika een rijk land. Amerika is een rijk land, zeggen ze. Ja, Amerika heeft 400 miljoen inwoners. Er zijn er ongeveer 40% officieel arm. Veel armer zijn dan Amerika. Tel nu weer. Miljoenen mensen. Amerika is geen rijk land, er zijn veel rijker dan Amerika. Amerika zijn er veel meer armen. En Amerika is er veel meer armoede. Veel meer armoede. En dat heeft er daarmee te maken. Dat heeft daarmee te maken. Voilà. Elke dag komt daarbij laten. 20.000 mensen erin. Nog een glas gewijn. Ja, ik vind het eigenlijk straf als jij die analyse kunt maken. Waarom dat... En je bent een professor. Waarom dat dan niet in pees komt of dat scheelt wel. Ik vind dat absurd dat die morele... Mijn boek verscheen. Dat die morele waarde gewoon... Ja, dat boek verscheen. Weeg is eigenlijk. Dat boek verscheen in Canada in 2003. In januari 2003 kreeg ik een telefoontje van een madame. Die zei: ik ben de producer van een televisieprogramma. En dat is dan, dat programma kan je zeker zijn, dat is een gast, een talkshow host. Dat is een ultra in het Engels, in het Vlaams, een talkshow host. En die zo mensen interviewt op televisie. Zie je? Zoals Johnny Carson, ik weet niet of je kent die naam. Maar in Canada zelf. Hè? En die zei: wat heb je? En ook auteur interviewt. Zegt ze: ja, word ik eigenlijk heel interessant boek geschreven. En dat zou interesseren om je te interviewen. Ze zeiden: dat willen we kunnen doen. Nou, ik zou van ijs. Wat is dat? Waar woonde hij? We kunnen afspreken op een bepaalde dag. Zou je zeker erin? En dan volgende maand? Ja, volgende maand is goed. Die dag. Wat is dat? Dan kom je op al met een limousine. Nou, fantastisch. Voor de middag kunnen we niet. Voor mij alles fantastisch. En zegt ze: ja, kun je een uitgever vragen dat hij een exemplaar van u een boek stuurt? Dan kan het wel een man lezen voor u te interviewen. Nou, ik zou dat zeker doen. Geen probleem. En we sturen hem een exemplaar op met een boek.
En een paar weken daarachter komt er een telefoontje van dezelfde naam. Ze is weer processen, dat zou niet lukken, die een datum die afgesproken had. Het is geen verkeerd gelopen, maar kijk, ik moet je zorgen, we bellen later wel weer terug. En dat is me gehoord natuurlijk. Waarom heeft ze niet gehoord? Ik weet niet wat er gebeurd is. Hij heeft een boek gelezen. En heeft gezegd, ik interview die naast niet. Waarom niet? Als hij werd interviewd, dan krijgt hij op zijn woord met een baas. Waarom krijgt hij op zijn woord met een baas als hij hem interviewt? Zijn baas is verantwoordelijk voor dat tv-keer. Die mannen leven van reclamespots. Wie koopt de reclamespots? Ford, General Motors, IBM, ITT, Coca-Cola, Singer. Al die mannen die ik oneervol vermelde met een boek. Als hij mij, als die gast mij een half uur dat klap op televisie en zegt wat ik zeg, dan vliegt hij als vliegt en ze klap een buiten zetten. Dan zei hij, een stommerik jongen, want verliezen een contract. Als ik wil professor worden aan een universiteit in Amerika, en ik vertel dat ze, dan ben ik dat vergeten, dat ik geen kans om carrière te maken, geen kans. Waarom niet bijvoorbeeld in Amerika? In Amerika heb je een universiteit, de grootste job van ordinarius in de geschiedenis geschiedenis. Dat wordt gesponsord door een grote bedrijf. Moet ik nog meer zeggen? Wat? De grote job, dus ordinarius, dus professor, heet dat niet aan? In Harvard, een job van professor in de Duitse geschiedenis. Je kunt niet zeggen, ik ben kandidaat. Krijg je geen kans. Waarom niet? Daarom is ieder. Waarom is dat? De job van professor wordt gesponsord, financieel gesponsord, door grote bedrijven zoals die gasten die ik vermeld in mijn boek. Die dat die wil zeggen tegen Harvard, als hij geit die de smerla, ooit een job, laat spreken naar Harvard, laat aan de deur komen, door de deur laat staan een job geven, dat is niet te doen. Harvard heeft maar professors, dat is een goede universiteit Harvard, zijn maar professors die ik geen enkel respect voor hebben. Dat zijn onnodig, dat is de klas. Maar ze vertelden dingen die gasten hebben nodig. Ik was dat boek, bijna met dat boek gedaan, en ik hoor dat er een boek verschenen is over de Tweede Wereldoorlog van 1200 bladzijden, van een bekende professor die de naam die ik kende. Dus zeg me dat zeker in de boek, bekijk even, om onder jus dat pas uit te komen, bekijk maar even vermelden. Pak die in een boek. En dan kijk, is een index met dingen die me interesseren. Dus het boek aan Amerika heb je het nodig. Kijk, onder F. Ford, niks. Onder GM van General Motors, niks. IBM, ITT, geen enkele grote firma's. En ik klap over niet anders in het boek, geen enkel woord vermeld. Nu zeker niet Ford en General Motors. En ik denk dat ik maar natuurlijk niet. Hij is professor in de University of Michigan in Detroit. Die mannen, als die een sportzaal willen bouwen, dan gaan die gaan bedelen bij Ford en General Motors. Dan zeggen die, ja, we geven u wel $1 miljoen, maar zo'n boek mogen die uitgeven op de wereld. En de professor, die de gast, die kan ervan spreken, die weet ook wel dat er gebeurd is, maar die spreekt er niet over. Want zijn carrière er vanaf, je had nooit kunnen carrière maken in Michigan, dat is de stad van de automobielfabriek. Als hij dat zou verteld hebben, dat is onmogelijk. Onmogelijk. Onmogelijk, dat is niet te doen. Dus daar is de reden. Kranten, kijk, mijn boek kwam uit. En ik schreef, ik kreeg in 2000. Ik had heel goede recensies gehad. En de ene krant die mij niet gerecenseerd heeft, dat was de Standaard. De Standaard. Die heeft me lang niets gedaan. En dat is ook de strategie van kan, als ze het niet van houden, dan kijken ze, dan gaat er gewoon, ze klapt er niet over. Maar op een zeker ogenblik, wat er in het boek zo weer besproken werd, hebben ze het wel laten recenseren. Maar afkraak. Waarom? Want de Standaard ook zo'n krant is, die verbonden is met de bank en de grote bedrijven en reclames maken allemaal. En die is dat zeker nut, die zouden positief recenseren. Wie gaat positief recenseren? Mensen die gebonden zijn aan grote bedrijven of de bank. Nee? Die zeggen, oké, mijn kandidatie kan het maar dat zeggen. Het is de waarheid. Een bepaalde krant, we zeggen dat de media zijn onafhankelijk. Onafhankelijk krant. Onafhankelijk van wie? Van ons zijn ze zeker onafhankelijk. Van grote banken en grote bedrijven zijn ze niet onafhankelijk. Geen afhankelijk. Dus dat is een verloren strijd als je er eigenlijk zou willen. Het is geen verloren strijd. De strijd is verloren, maar hoe weet je waar we sterk zijn, hoe weet je waar we zwak zijn. Ik weet ook dat manuscript nu moet aanbieden aan het Davids Fonds. Begrijp alleen, ik moet dat manuscript niet gaan aanbieden aan de bezige bij of aan het Davids Fonds van de Standaard Boekhandel. Want dat zijn heel conservatieve mensen die dat zo'n boek haten. Waarom? Omdat slechte dingen zegt over hun dikke vrienden. Begrijp wel. De meeste grote kranten, ze behoren aan grote krantengroepen, aan mediagroepen, aan grote bedrijven, allemaal samen. Dus net zoals de grote uitgeverijen en anderen. In Amerika zijn er geen kleine uitgeverijen meer, er zijn nog hele grote. En van wie zijn ze eigendom? Van grote bedrijven die soms van grote holding companies, noemt dat portefeuillecompagnies. Of dat er ook General Motors in zit en al die grote mannen.
die moeten zo'n boek niet hebben, nee. Die moeten zo'n boek niet hebben. Maar schrijf ik in een boek, maar dan staat er weer een kanaal, waar zo gasten, joh, gevochten in Duitsland, op, ah, onmiddellijk wordt het dikke boek, ah, bravo, je zegt, knap een boek, joh, boek, ik heb misschien een boek van Stephen Ambrose, de Amerikaanse professor. Rezante successen, op de televisie al, flauwekul, zever, onnozel, dat gezegd, wat druipt eraf, de flauwekul, hè. Maar dat is dus de flauwekul die mensen gaan doen, hè. En dat is de flauwekul die Ford en General Motors, u wilt laat lezen en laat horen. Niet mennen, niet, dat moeten ze niet weten, dat moeten ze niet weten. Maar wat zijn uw bronnen eigenlijk? De bronnen zijn allerlei bronnen, de bronnen zijn allerlei bronnen. Er zijn, wat ik vertel, hè, mensen zijn soms, hoe weet je dat? Dat kan ik zeggen, ze zijn algemeen geweten. Ze zeggen, nee, niet algemeen geweten. Het is geweten. Het is geweten door, er zijn er studies over. Er zijn artikels over geschreven, boeken over geschreven. Maar zoals dat boek van mij, dat, die geen rode uitgave hebben. Die ook dan een keer apart verschijnen is. En de, soms buiten, niet binnen de hele context. Ik heb eigenlijk een boek gebaseerd op honderdtallen bronnen. Meestal het geschreven gedrukte bronnen. Die bestaan, maar die nooit niet veel aandacht gekregen hebben. En die soms een keer één ding belichten, zo. Een keer een bedrijf. En dan dikwijls zo voorgesteld, dat mag dan. Dat dan voorgesteld wordt, alsof het dan, was dat probleem, dat was niet een baas dan, he. Dat was hetzelfde antisemitie. Dat, hoe die firma, dat is een brave mens, gelijk, typisch geval is IBM. Het is een boek verschenen, IBM in de Holocaust. Kent dat misschien? Een bekend boek, over 10 jaar. Dat is een bekend boek. Dat toont heel duidelijk aan dat IBM tot over zijn oren gewerkt heeft in de nazi's. En dat de Holocaust meegewerkt heeft, de tatoeages die de mensen die er waren kregen, hè, dat waren machines van IBM dat deed. Ik heb een buurvrouw gehad, een Roemeense Jodin, en die had zo haar nummer erop en dat was van IBM. Hè. Dus IBM werkte ermee mee. Dus die man schrijft er een boek over. En dat boek heeft er een soort succes gehad. Maar waarom heeft het succes kunnen hebben? Want hij zegt, hoe kon dat? Was dat mooi, IBM, een Amerikaanse firma, een icoon van de Amerikaanse zakenwereld, dat hij dat kunnen doen hebben hier. Het antwoord is, die de Watson, die toen een baas was, dat was een beestje. Dat was zo'n autoritaire type linker zelf, en dat was antisemitisch. Maar gelukkig is het dood, hè? Nu is het onderbroken, mensen. Nu is het nooit, nu is het niet mogelijk zijn. En toen ook, ja, en Ford, ja, Ford, ja, en die Ford, dat weten we, dat was tenminste antisemitisch. Dat was nu allemaal gedaan, hè? Achteraf, dat doet niet, allemaal brave mensen, nu allemaal brave mensen. Ze zullen het nooit meer doen. Ze zullen nooit meer doen, zo'n ding. Als ik het zo voorstel, dan is, dat kan nog zijn. Dat mag maar. Dat er zo'n individueel was, die slechte, een slechte appel in de man. Zoals dat de katholieke kerk zegt, die pedofiele priester, zelfs een slechte appel in de man. En overal, zit een stampvol van, dat is allemaal pedofiel. Maar niet, dat is af en toe de keer het enkeling, hoe je dat doet. Dat is niet waar, hè. Het is het systeem. Het is het systeem dat slecht is. Dat is niet in enkeling. Voilà. Dat is een tatoeage. Ik weet dat Fokke Wolf een Amerikaanse handel was, maar van wie? Van IT. Fokke Wolf niet helemaal, hè. Het was een representatie. Ik heb me afgevraagd, is er soms een link tussen Monsanto en de nazi's? Ik heb de naam Monsanto nog niet gezien als ik over die periode sprak. Misschien had Monsanto een andere naam. Ja, veel firma's hebben dan veranderd. Ik heb firma's die je niet zouden kennen die vandaag, IG Farben. Veel mensen weten niet in Duitsland dat Bayer, Bas en Eugstas. Veel mensen weten niet meer. We zijn Monsanto, ik heb de naam Monsanto. Er waren honderdtallen en 300 Amerikaanse firma's die bedrijvig waren in Nazi-Duitsland. Maar ik heb die lijst al een keer doorlopen, maar ik heb de naam Monsanto nooit niet gezien. Wat zou je veronderen, want Monsanto is zeker een van die firma's die daar past in dat kraam. Ja. Is er daar iets over geschreven of zo? Nee, ik weet dat niet. Over de ontstaan en de geschiedenis en de voorgeschiedenis van Monsanto? Nee. Weet je, er zijn zoveel goede firma's meer interessant dan geschiedenis. Hè? Ik heb de geschiedenis van Henry Ford, van General Motors zo bekeken, van IT, van DuPont. DuPont. Er zijn er zoveel, hè? Maar ik kan ze niet, ik kan ze allemaal lezen. Jacques, de conclusie kan toch zijn dat de Tweede Wereldoorlog er gekomen is omdat de multinationals dat wilden, omdat die daar uiteindelijk het voordeel bij hadden voor de oorlog, tijdens de oorlog en de oorlog. En dan zijn de poppetjes in stelling gebracht en zijn de conflicten georganiseerd en zijn de incidenten uitgerokken. Maar uiteindelijk is alles georchestreerd. De eerste. Nee, Peter, ik zie dat gewoon gezegd. Het is de Tweede Wereldoorlog, gelijk de Eerste Wereldoorlog. Nog meer dan de Tweede Wereldoorlog. Dat is de Eerste Wereldoorlog. Dat is een heel complex gebeuren geweest. Hè? En dat zoiets complex en dat het op een manier verlopen, ik zie niet in dat ooit iemand dat zou kunnen nog georchestreerd hebben. Want er zitten veel dingen die oncontroleerbaar waren. Veel dingen, bepaalde dingen waren wel voorzien en gepland, maar er kon maar voorzien en gepland tot misschien
vijf meters van een neus. Wat dat, ja, dat er ging gebeuren, lang, en dat kon je niet voorzien. Er zijn veel dingen, ik kan je veel voorbeelden geven van dingen die niet voorzien waren. In 1939, dat weet ik nu heel zeker, onbeeld zeker, duidelijk zeker, de oorlog die Hitler wilde in de zomer van 1939, was een oorlog tegen de Sovjet-Unie. Hij wilde, Hitler, maar Hitler was de man die beslissingen maakte, die Hitler wilde, inderdaad, maar hij dat niet gehad, want Hitler was ook niet almachtig, dat is dan ook dat probleem. Maar ik wil maar zeggen, veel mensen denken dat Hitler in al in 1939 Polen wilde aanvallen, en die in Frankrijk iets knat en zo allemaal, maar wat voor soort oorlog had eigenlijk Hitler zijn kop als hij begon, hè? Hij is begonnen met, de oorlog zelf is begonnen in 1939 in Polen, hè? Maar in feite wilde Hitler op dat moment al een oorlog voeren tegen de Sovjet-Unie. Maar dat is niet gelukt, voor veel redenen, die hij niet had kunnen voorzien. En hij heeft moeten zijn boel uitstellen, zijn goed plan om oorlog te voeren in de Sovjet-Unie, heeft moeten uitstellen tot in de zomer van 1941. Ten andere, de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, bekijken wij ook altijd vanuit het Europees gezichtspunt. Maar in feite is de Tweede Wereldoorlog al begonnen veel vroeger. Hè? In Japan is al China binnengevallen in 1934. Hè? Ethiopië werd al door Italië aangevallen. We zeggen allemaal dat niet mee, maar in feite dat er wel mee. Want de Nieuwe Wereldoorlog is niet alleen aan het Leopoldskanaal en het Albertkanaal geweest in Stalingrad. Hè? Er wordt ook gevochten over heel de wereld. Hè? In feite, hoe het zelfs een wereldoorlog was, hè? Is dat niet begonnen in 1939, is begonnen in 1934. Als Japan in China aanviel. En dan als Italië Ethiopië binnenviel. En dat is ook oorlog. Dus, en die dingen, daar had dan eigenlijk niet er iets mee te maken. Dus er waren verschillen, er waren veel mensen die inderdaad, zoals jij zegt, er waren veel mensen die oorlog voordeel dachten te hebben. En die wel oorlog wilden. En die misschien er niet op tegen waren met te lokken. Maar er waren ook veel redenen altijd om te zijn, oei, ajaj, wanneer zullen we nu moeten toeslaan, wanneer is het de beste tijd en we gaan er gevolgen zijn. Volgens dat ik nu de zaken voorgesteld heb, en je moet het mee akkoord gaan of je moet niet mee akkoord gaan, is dus dat Amerika eigenlijk met Pearl Harbor de Japanners geprovoceerd heeft om hen aan te vallen zodat zij konden oorlog voeren tegen Japan. Maar dat was niet gepland dat het Duitsland aan hun ding door ging gaan. En dat was ook geen reden wat dat genoeg. In feite was dat nooit niet gedacht, want het laatste, ik heb niet gezegd wat Hitler gedaan heeft, maar dat wisten geen mens buiten Berlijn, en Zürich en het Vaticaan. Dat wisten ze al, dat moet je verliezen. En dat wisten zij, hij was me helemaal niet. Die dacht dat het nog een paar jaren ging duren naar Rusland tussen de Russen en de Duitsers. Maar mag ik daarop inpikken dat wat dat Peter zegt, in dat verband bestaat er een zeer, zeer goede, vind ik, gedocumenteerde presentatie op het internet van een zekere dokter Reich. Heb je dat al gezien? Rats. Dokter Rats. En die met documenten, oude documenten. En met oude documenten toont hij, onderbouwd hij, en ik kan er geen spel tussen krijgen, hoe dat het eigenlijk georchestreerd geweest is door die grote bedrijven. Dat ze hem op een bepaald moment zijn NADP geld gegeven hebben, maar dat ze op voorhand al erbij betrokken waren. Klopt, ja. Maar er is een filmpje daarvan onder in het midden, dat is zijn presentatie. Het is wel een uur en half dat het duurt. Ja, dat is wel een uur. En onwaarschijnlijk boeiend, ja. Hij legt ook uit dat dus Europees programma van Hitler. De architect daarvan, dat die dus na de oorlog niet gestraft is of niet gestraft is. En dat dus de grondleggers van de Europese Unie dus hem hebben aangeduid om feitelijk een Europees plan uit te werken. En dat is succes van dat van min enkele zinnetjes en toestanden. Dat is die Walter Hallstein, hè? Ja. Die dus de topjurist was die de hele structuur en de hele wetgeving dat Europa onder nazi-regime ging moeten georganiseerd zijn. Die is dus al 10 opgepikt en die is de eerste voorzitter geweest van de Europese Commissie gedurende 10 jaar. Het is heel die structuur, heel die wetgeving, heel die organisatie die gewoon doorgezet is. En dat is gebaseerd op... En weet je wie dat dan... Inderdaad, dat een Duitse club was, ik heb daar al straks gezegd. Ludwig Erhard was een van de planners van Nazi-Duitsland, die ook zijn overgang schoon gemaakt heeft naar West-Duitsland. En dan eigenlijk, dus het naoorlogs, Duitsland heeft altijd plannen. Daar waren er veel van. Heb je ooit gehoord van de samenkomst in de Maison Rouge in Straatsburg? Nee? Grote House bij dat noemen. In augustus, denk ik, 1944, was er een samenkomst in een hotel in Straatsburg, La Maison Rouge.
Waarschijnlijk natuurlijk, dat is Rode Hals, waarschijnlijk, Rode Hals. En de samenkomst die organiseerd was de Borma. En aanwezig waren hoeveel leden van de economische diensten van de SS, van de Nazi-partij, en vertegenwoordigers van alle grote Duitse banken en bedrijven waren aanwezig. En de discussie was eigenlijk, waarom dat hij ging, was om te zien hoe dat we de komende nederlaag van Duitsland gaan overleven. Nee? En hoe dat wij, wat dat we kunnen doen, want Duitsland verliest een oorlog, dat was augustus 44, dus we wisten het al lang, maar ze wisten niet meer zekerheid. Wat gaan we doen, jongens, hoe gaan we kunnen overleven? En daar hebben ze plannen gesmeed, plannen gemaakt, en er zijn inderdaad mannen ervan, die dan, een van de dingen die ze moesten doen, die ze mee overeenkwamen, was van contacten opnemen met onze Amerikaanse vrienden. En partners, niet alleen in Amerika, maar in Engeland overal, maar dat we partners hadden. Contacten die je openlijk hebt kunnen levende houden gedurende nodig. Maar misschien niet, maar ze wel terug opwarmen en hun aantonen dat er ook voor hun muziek in zit als ze met ons willen samenwerken. Want het had dat niet voor zijn, een rode revolutie. Ah, oh, dat moet vermijden. En als ze willen, dat ze dat willen vermijden, moeten ze met ons moeten samenwerken. En dat is eigenlijk gebeurd. Dat is eigenlijk gebeurd. Na de oorlog had Duitsland een zwaar betalen. Onder andere aan de Sovjet-Unie. Dus de vergoeding. Dat is niet gebeurd. Waarom is dat niet gebeurd? Waarom de Amerikanen wilden niet? Waarom wilden ze niet? Het was ons afgesproken, het was akkoord gekomen daarmee. Omdat dat betekende dat grote Amerikaanse firma's zoals Ford en General Motors, die bedrijven hadden in Duitsland, hun winsten gingen moeten afgeven om in Rusland de communisme te bouwen. Ze zijn gezot. Nooit voor zijn leven. Liever met de nazi's samenwerken. Liever samenwerken met ex-nazi's, met bedrijven die tot over hun oren met de nazi's hadden samengewerkt, dan ons geld afgeven aan de Russen.